Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met veel wolken en ook in de aanvoer liggen veel wolken boven Engeland en boven de Noordzee. Dus het blijft vandaag nogal bewolkt en het regent of motregent van tijd tot tijd. De temperatuur ligt wel aan de hoge kant. Vanochtend is het 9 tot 11 graden, vanmiddag wordt het 11 tot 13 graden en de wind draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, is matig boven land windkracht 3 tot 4, aan zee soms vrij krachtig windkracht 5. Vanavond wordt het van het zuidwesten uit droog, maar het duurt nog even voordat het in het noordoosten droog wordt. Dat is pas rond middernacht. En de temperatuur blijft aan de hoge kant met 11 tot 13 graden. Morgen zien we veel wolken. Soms breekt de zon door, maar veel zal dat niet voorstellen. En vooral in de ochtenduren kan er nog wat lichte motregen vallen. Maar met 13 tot 15 graden is het opnieuw zeer zacht. Vrijdag hebben we te maken met wolken in de ochtend in het oosten, misschien nog wat regen, maar van het westen uit breekt de zon geregeld door en is het opnieuw vrij zacht met 11 tot 12 graden. En ook van het weekend blijft de temperatuur aan de hoge kant, zien we veel wolken met soms wat regen. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.